Dan hebben we hier... Yo, Pokémon-fans, super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo-kanaal. Ik merk dat jullie keihard gaan op mijn unboxings van Pokémon-kaarten. Dus daar gaan we gewoon even lekker mee door. Er zijn weer allerlei nieuwe dozen uitgekomen en die zijn echt super tof. Ik heb namelijk weer wat toffe doosjes opgestuurd gekregen om voor jullie uit te gaan pakken. Dit zijn namelijk de Galar Partner Tints. En waarom Partner Tints? Omdat dit een tin is van Grookie. En dit is een tin van Scorbunny. En dan hebben we ook nog een hele toffe tin van Sobble. En in alle drie die tins zit een hele toffe V-Max promo kaart van de eindevolutie van je favoriete starter. Als jullie één van deze drie uit mochten kiezen, welke zou je dan kiezen? Maar ook even wat anders, dit wordt een best wel bijzondere video. Want ik ga namelijk vandaag voor het eerst de Pokémon TCG Online game spelen. Jullie vragen wel eens aan mij, Rick, waar zijn die codekaarten nou eigenlijk voor? Nou, nadat je een pakje Pokémon kaarten hebt uitgepakt, kan je die code invoeren online bij de Pokémon Trading Card Game. En dan krijg je daar nog eens een digitaal pakje. Dat is super tof. Dus eigenlijk heb je gewoon met die code een extra Pokémon pakje voor de online game. En ik ga hem vandaag voor het eerst in mijn leven checken. En dat doen we met deze Cinderace Team Deck. Op de achterkant van de verpakking van zo'n Team Deck kan je precies zien welke kaarten er zitten in dit pakketje. En dan denk je misschien dat dat niet zo spannend is, maar dat is super handig. Want dit is gewoon een compleet pakket waarmee je gelijk de Trading Card Game kan spelen. Dat is een heel goed startpunt. En dan kan je daarna gaan aanvullen met kaarten die je uit je booster packs poelt. En over poelen gesproken, dat gaan we doen met deze Partner Galar Tins. In elk doosje zitten natuurlijk weer 4 booster packs, een codekaart en natuurlijk zo'n promokaart van je favoriete eindevolutie van je starter. In iedere tin zit nog 1 pakje van de Steam Siege serie, 1 pakje uit de Cosmic Eclipse serie en 2 pakjes uit de Sword and Shield serie. Die gaan we als laatste uitpakken en dan beginnen we met Steam Siege. En natuurlijk zitten deze hele vette V-kaarten er ook in. Deze van Cinderace is super cool. Die doet zijn super aanval. Maar bij die een steentje op je bakken schopt, dan hebben we hier de Rillaboom. En die wil gewoon keihard vechten, zo te zien. En dan hebben we hier de Inteleon V-kaart. En als het om promokaarten gaat, dan zie je dat altijd links onderin bij de kaarten staat zo'n sterretje met promo daarin. Nou, je snapt het dat deze kaarten misschien iets makkelijker te krijgen zijn dan de andere V-kaarten. Omdat deze dus gegarandeerd in zo'n tin zitten. Hoppakee, de eerste codekaart is voor jullie. Dan doen we er 3 naar voren. En dan gaan we kijken. We beginnen met de Steelix Spirit Link. Clang. Special Charge. Clancher. Shellos. Rufflet. Chimchar, Deino, de reverse is Fletchinder, cool. En als laatste hebben we Shiftry. En dan het volgende pakje beginnen we met een Shieldon. Oh, de Fletchinder normaal. Dan hebben we een Diewot. We hebben een Nosepass, Litwick, Deino, Ponyta, Meryl. De reverse is een Mantine. En als laatste een Toxicroak. Toxicroak zit volgens mij ook weer in Sword and Shield nu. En dan gelijk het laatste pakje van Steam Siege. Een Fluffy, Monferno en een Rith, Larvesta, Apom, Yamma, Mankey, Mantine, Reverse Greedy Dice en als laatste een Gastrodon. Wat voor geluid maakt een Gastrodon eigenlijk? Ik heb werkelijk waar geen idee. En dan nu de Cosmic Eclipse pakjes. Ik vind de art op deze pakjes echt super cute. Al die kleine Pokémon die soort van boos zijn. Hier moeten we er dan weer 4 naar voren doen. Beginnen we met een Energy, een Pyroar, een Hakamo-Oh, Rotom, een Woobat, Ducklet, Helioptile. Die is vet. Die staat gewoon helemaal onder spanning, jongens. Super cool. Dan hebben we hier Cosmog. We hebben een Slugma, de Reverse Stuffle. En als laatste een Cradily. En door, want we willen natuurlijk zo snel mogelijk naar de Sword and Shield pakjes. We beginnen opnieuw met een Energy. Dan hebben we hier Zangoose, die ook aardig boos is zo te zien. Kijk hem, jongen. Vaporeon, die, kijk, die is minder boos. Die ligt lekker te chillen. Dan hebben we hier Tag Call. We hebben een Eevee. We hebben een Duskull. Timpel, Flabébé, een Alolan Sandshrew, Reverse Glalie en als laatst, Mimikyu. Ik vind Mimikyu super cool. Ik wil Scyther kaarten verzamelen, maar misschien ook wel Mimikyu kaarten. Dat is zo'n geinige Pokémon. En dan het laatste Cosmic Eclipse pakje hebben we een Draw Energy. We hebben Cosmoam, een Clay Trainer kaart, Togedemaru, een Onix, een Wilmer, een Palpitoad, een Cricketoad, een Drillbur Reverse en als laatst, Kyogre. Het is een non-holo rare kaart, maar gewoon een Kyogre, Legendary Pokémon. Pokémon, dat is best wel bijzonder. Oké, jongens, we hebben de goede pools bewaard voor de Sword and Shield serie natuurlijk, want die willen we hebben. Oké, daar gaan we. Een Water Energy, Sudowoodo, Hop Trainer kaart, een Dottler, Minchino, Chinchu, Groagunk, Galarian Meowth, Scorbunny, de reverse is een Quillfish en... Ja hoor, ik zei het toch. Dan hebben we hier
hier. Oeh, een Torkoal V-card. Ja, we zitten lekker in de Fire Only Challenge, jongens. Een Torkoal, die, daar twijfelden we natuurlijk over om die in ons team te gaan doen. Hé, maar als ik dit deck dus gewoon offline zou willen gaan spelen, zou deze Torkoal V-card daar een super goede toevoeging aan zijn. Heel nice. Ja, het is wel lekker om deze te hebben. Misschien dat ik me nu nog meer ga verdiepen in de trading card game. En dan, ja, deze past er goed bij mijn deck. En verder met pakje nummer 2 in de Sword and Shield City. We hebben Pelpad, een Kingler, we hebben Rhydon, een Sobblekaart, Rhyhorn, Roselia, Ferroseed, een Krabby, een Lantern Reverse en als laatste een Thievul. Thievuls die hebben we al best wel vaak gepoest, maar Nickets weet ik niet. Hier hebben we in ieder geval een Dubwoo, Quillfish, een Pokekid, we hebben Yamper, Grookey, een Cuffunt, een Baltoy, Chinchu, Reverses, Alolan Rapidash, heel nice. En als laatste een Roserade, non-holo rare. Roserade vind ik wel stoere Pokémon trouwens. Ik weet niet wat het is. Ik dacht eigenlijk altijd dat ik niet zo van Grass-type Pokémon hield. Maar ik kom er toch steeds meer achter dat ik Grass-type Pokémon heel tof vind. Ook als ik kijk naar mijn favoriete starters, dan zijn dat toch wel vaak de Grass-varianten. Anyway, we hebben hier weer een Energy Card. Een Vitality Band. We hebben Hunter. Een Thwacky. We hebben Galarian Zigzagoon. Gossifleur. Silicobra. Yamper. Krabby. Een Ghastly Reverse. En als laatst Inteleon. Ja, het is ook wel weer een mooi plaatje dit hoor. Mooie kleurtjes en zo. Ja, oké, die is wel cool. We hebben nog 2 pakjes te gaan, jongens. En dan gaan we checken wat hier nou weer in zit, jongens. We hebben weer een Hoppy, een Pokégear 3.0, Sudowoodo, een Yampertje, een Clubbabas, een Cottony, Chewdle, Rhyhorn, de Reverse is een Sizzlypeed. En als... Oeh, als laatste hebben we Team Yell Grunt. Oh, nice. Dit is ook echt de laatste kaart voor de Secret Rare, zoals je kan zien. Je ziet hieronder nummer 202 van de 202. Ja, ik hou altijd wel van dit soort kaartjes, hoor. Ik vind het wel mooi. Toffe art erop. Wat doet de kaart eigenlijk? Oh, deze zorgt ervoor als er een energy kaart aan een Pokémon vastzit, waarmee ze je dus kunnen gaan aanvallen. Die energy kaart, die moeten ze terugnemen in hun hand. Dus dan kunnen ze je misschien niet aanvallen. Ah, dat is wel nice. Lekker kaartje, hoor. Mooi, nice. En dan hebben we nog een pakkie. En wat zit er dan in het laatste pakkie? We hebben in ieder geval een Fighting Energy, een Crushing Hammer, de Switch, een Ferrothorn, goede Pokémon ook, een Rookie D, een Krabby, Grookey, Mudbray, een Hoothoot, Reverses, Ferroseed en als laatste hebben we Morpeko. Nou, dan hebben we toch weer een aantal hele mooie kaartjes erbij uit deze dozen. We hebben hier natuurlijk die Rillaboom 4-kaart. We hebben er natuurlijk ook eentje van Cinderace en eentje van Inteleon. Ik vind deze Inteleon-kaart wel heel erg mooi eigenlijk. Toen hadden we Team Yell Grunt op het einde gepoeld. Super cool, super nice en natuurlijk deze Torkoal 4-kaart die heerlijk aansluit bij mijn theme deck van Scorbunny. Of ja, het is natuurlijk de Cinderace team. Deck. Nou, wat zit er dan allemaal daarin? We hebben natuurlijk zo'n muntje. Die heb je nodig om te bepalen wie er mag beginnen bij de trading card game. Natuurlijk deze Cinderace holo rare kaart. Ik bedoel, dit hele deck is een beetje gebouwd om Cinderace heen. Er zit een codekaart bij en de code die hierop staat, als je die invoert, dan krijg je dus het hele deck, alle kaarten die hierin zitten, ook in de online trading card game. Dit is de speelmat waar je je kaarten op moet leggen. En aan de achterkant een superleuke poster. Een boekje met uitleg over hoe je de game moet spelen. Dus dit is echt een prima moment, een prima pakketje om de game mee te gaan beginnen te spelen. Er zit nog wat uitleg bij wat er in de deck zit en een overzicht van alle kaarten in de Sword and Shield serie, zodat je kan afvinken welke je al wel en niet hebt. En dit zijn damage counters. Deze moet je neerleggen als je dus damage op je tegenstander hebt gedaan. En er zit zo'n mooi doosje bij en daar zitten alle kaarten in die je nodig hebt om het spel te gaan spelen. En dat is wat we nu gaan doen. Met mijn Cinderace deck tegen een gastspeler. Oh, ik ben benieuwd wat voor deck jij hebt. Dit ziet er best wel apart uit. Een Pikachu en een Zapdos. Volgens mij heb jij gewoon zelf een deck gebouwd, of niet? Nou, laat ik maar als eerste gaan. Dus even kijken wat ik allemaal heb, jongens. Ik heb een Wooloo en ik heb een Vulpix. Nou, is het een beetje een gok of ik eerder een Ninetales ga krijgen of een Dubwoo? Laat me maar gewoon beginnen met een Vulpixie. Hij begint met een Voltorb en hij heeft een Pikachu en een Magnemite op de bank. Nou, ik geef een Energy Card aan mijn Vulpixie. Dan ga ik een Dubwooletje ook op de bank gooien. En that's it. Voor de rest mag ik nog niks doen, omdat ik in de eerste beurt dus niet mag aanvallen. Oké, hij speelde de Shauna kaart. Daarmee gaan alle kaarten terug zijn dek in en krijgt hij dus een nieuwe hand. Het is een beetje jammer. Ik kan nog niet zo gek veel. Dus ik geef gewoon die energy kaart aan Wooloo en dan ga ik maar even aanvallen. Doe ik gewoon flare. Bam. Hoppakee. En dan is het de beurt van de tegenstander. Oeh, hij heeft zijn Magnemite geëvolueerd in een Magneton. Ja, dat is een probleem. En hij heeft ook een energy kaart gegeven aan zijn Voltorb. Daarmee deed hij Thunder Wave, maar dat hielp niet zo goed. Dat werkte niet, dus dat is lekker. Dan geef ik weer even een energy kaartje aan Wooloo. Ja, en dan hoop ik
natuurlijk wel dat, dat ik straks gewoon een Scorbunnetje krijg. Of een Ninetales, want dat zou wel lekker zijn. Ondertussen heeft hij lekker energy kaarten voor zijn Kangaskhan. Dus dat ziet er ook wel aardig goed uit. Ah, weer een reboot, jongens. Ik wil geen reboot. Ik heb al een reboot. Maar ik versla hier wel de Voltorb van mijn tegenstander. Dan zou hij ongetwijfeld zo of voor Kangaskhan of voor Magneton gaan. Hij gaat voor Kangaskhan. Ja, dat is een probleem. Ja, dat is ook al de derde energy kaart. Oké dan. Ik weet niet waarom dat 100 damage deed, maar het was waarschijnlijk super effective ofzo. Laten we maar met Wooloo gaan spelen nu dan. Dan ga ik mijn Pokekid kaart spelen en dan wil ik nu toch wel eigenlijk eventjes mijn Dubwool eruit halen. Ik hoop dat ik dan gelijk mijn Wooloo mag evolueren. Dat denk ik eigenlijk niet. Of wel? Mag dat wel? Dat mag wel. Oké, nice. En dan ga ik gewoon keihard double damage doen. We gaan gewoon keihard double edge doen. Niet double damage, double edge. En dan versla ik in ieder geval zijn Kangaskhan. Dat is super chill. En nu poel ik dus wel een dubbel gelijk. Oké. Ik heb wel 30 HP damage ook op mezelf gedaan. Dus dat is alleen niet zo relaxed. Maar goed, maakt niet uit. Ik heb nog maar 4 prijzenkaarten die ik moet pakken. En hij nog 5. Hij heeft nu een Ultra Ball. En daarmee kan hij dus ook een Pokémon gaan opzoeken. Maar dan moet hij wel 2 andere Pokémon wegdoen, zo te zien of zo. Gaat hij nu gelijk voor een Pharaoh? Dat zou zomaar kunnen. Dat hij nu een Pharaoh gaat pakken. En dan is het voor mij te hopen dat hij geen aanval heeft die minimaal 100 damage doet. Oké, hij gaat voor zijn Kangaskhan. Dus even kijken. Kijken hoe ik dit ga spelen, jongens. Het is in ieder geval weer een Vulpix op de bank, denk ik. Geef ik wel even een energy kaart aan mijn Drampa. Even kijken, die Kangaskhan heeft een aanval van 100. Dus die Kangaskhan sloopt mij sowieso op het moment dat hij nu erin komt. Of niet, als ik Cotton Guard doe. Als ik deze Sparrow nou weet te verslaan met Cotton Guard 2 keer. Dus een beetje een gokje. Nu hoop ik dat hij geen energy kaart pakt. Nou ja, hij mag een energy kaart pakken, want hij heeft 2 energy kaarten nodig om pack te doen op mij. Oké, dit is wel een nice play, denk ik. Als ik die Sparrow dus versla met Cotton Guard, dan krijg ik minder damage straks van zijn Kangaskhan. Alhoewel, zijn Kangaskhan heeft ook nog geen energy kaart. Ik denk dat ik hem eigenlijk best wel ver heb, jongens. Want hij heeft bijna geen energy kaarten. Hij kan mij amper aanvallen. Hoe ga je dit oplossen? Ga jij deze battle met mij aan? Of heb jij zoiets van, nou, ik weet het niet. Het wordt moeilijk om deze te winnen. Laat maar zitten. Hij geeft in ieder geval zijn beurt op. Dan heb ik weer een energy kaart. Die geef ik nu aan Drampa. Zodat Drampa straks ook klaar is om aan te gaan vallen met Dragon Pulse. En dan ga ik deze Sparrow gewoon verslaan met Cotton Guard. Dan is de Sparrow weg. Dan mag ik weer een kaartje pakken. En dat is dit keer een Great Ball. En dan is nu mijn tegenstander weer aan de beurt. En dan ben ik heel benieuwd wie hij in gaat zetten zonder energy kaarten. Hij heeft nog maar 2 handkaarten. Ja, vriend. Ik weet niet wat je in je handjes hebt, maar dat mogen wel hele goede trainerkaarten zijn. Ga ik dit gewoon fixen met een Dubwool, jongens? Nog geen eens met mijn Cinderace, maar gewoon met een Dubwool. Ja, ik heb natuurlijk erg veel geluk gehad dat ik zijn Kangaskhan eruit heb gespeeld. Want die had mij keihard pijn kunnen doen elke keer met Mega Punch natuurlijk. Maar deze Kangaskhan heeft nu geen energy kaarten meer. Want als je een Pokémon verslaat, dan gaan ze energy kaarten ook weg. Oh, ja. Ja. Ik dacht het al. We hadden de beste move gemaakt door de Kangaskhan te verslaan. En nu hebben we dit potje dus gewonnen. Hoppakee! In het vorige scherm zag je misschien dat ik al een aantal potjes had gewonnen. Dat waren ook mensen die geliefd waren. Maar dit was gewoon een echte battle. Hij kon geen kant meer op. We hebben gewonnen! Dubwool! Oh, trouwens, ik kan nog 2 pakjes openmaken in de trading card game online. Omdat ik een paar keer heb gewonnen. Super nice. En ik heb blijkbaar ook nog een kist, omdat ik dus die battles heb gewonnen. Nou, laten we gewoon even gaan kijken. Hoppakee, pack opening, Forbidden Light, let's go! Wat zit erin? Kom maar, kijk. Energy Kart is, Caterpurky, Jewfighter. Wat is de laatste? Oeh! Ja hoor! Een Greninja GX kaart! Holy crap! Oké, dit is nice. Dat is alvast super chill als ik ooit een waterdeck wil gaan spelen. What? Even kijken hoor, ik had nog een pakje volgens mij. Let's go! Last Thunder, kijk of dat weer zo'n mooi pakje is. Wat zit hier allemaal in, jongens? Wat zit hier allemaal in? Een Jigglypuff, een Alolan Meowth, een Delibird. En als laatst hebben we... Oké, een Gramble. Die Greninja was super epic. Heb ik nog een pakkie? Oh, wow, ik heb nog een pakkie. Nice. Nog een Last Thunder pakkie. Let's go. Dit is super leuk. Oh, heb ik 2 mooie? Wat is dit dan? Oeh, Tapu Koko. Super chill. En de laatste is... Een Smeargle. Hey, maar die Tapu Koko is wel gek. Ja, dat is een lekker kaartje, jongens. Blijkbaar heb ik ook nog dit. Een beloningsvoorwerp. Toernooikist. Ik heb geen idee wat hier dan is dit. Muntjes. En een speciale kaart. Oeh,
een Hypno. Oké. Ja, het is ook wel super vet hoor, om die pakjes gewoon ook online open te kunnen maken. Nice. Ik vind het wel echt super tof om te zien dat je dit heel erg tactisch moet voorbereiden. Want ik had natuurlijk mijn Wooloo als soort van voorbereid. En toen hoopte ik op een Dubwoo. Wat gebeurde? En daarmee kon ik die Kangaskhan verslaan. En daarom heb ik uiteindelijk die battle gewonnen. Omdat hij dus geen energy kaarten meer had. Omdat hij die allemaal aan zijn Kangaskhan had gegeven. Ja, veel mensen, waaronder ik, kochten eigenlijk alleen Pokémon kaarten om die kaarten te verzamelen. Maar je kan er dus nog veel meer mee door die codekaarten te gebruiken in de online trading card game. Ik moet zeggen, ik had het nog nooit gedaan, maar ik heb eigenlijk best wel veel zin om dit gewoon verder te gaan doen. Willen jullie dat zien, jongens? Willen jullie op mijn kanaal zien dat ik mijn eigen deck ga bouwen en dat ik meer van deze online battles ga doen? Dan zeker even dat blauwe duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal als je meer Pokémon video's wil zien en Nintendo video's wil zien. En wil je me live zien gamen, volg me natuurlijk ook even op twitch.tv/Rickatu. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!